Breakdancen is in. Dat is gebleken tijdens Tactical Movements, het eerste breakdance battle in Kortrijk. Tijdens zo'n battle nemen breakdancers het tegen elkaar op, terwijl een jury beslist wie de beste danser is. Headspin! Dit zijn maar twee van de vele bewegingen, zelf noemen ze het de moves van het breakdansen. In het kielzog van de hiphop is deze acrobatische dansstijl eind de jaren 70 ontstaan in de zwarte wijken van New York. De stijl is ook bij ons populair. Breakdance is zeer populair op de dag van vandaag. Overal in iedere videoclip zie je bijna breakdansen bezig. Op straat, overal eigenlijk, in dansscholen, overal komt er eigenlijk breakdance goed. Dus het is vrij populair. Geregeld meten breakdancers zich met elkaar tijdens de zogenoemde battles, zoals hier in Kortrijk. In een battle nemen twee of vier dansers het tegen elkaar op. Een jury kijkt naar de stijl en de moeilijkheidsgraad van de bewegingen. Maar hier ligt de klemtoon niet op de wedstrijd. De bedoeling is voor eigenlijk alle jongeren die zich bezighouden met breakdance naar hier te brengen en eigenlijk van elkaar te kunnen leren en te tonen wat ze eigenlijk kunnen. Zo op een vriendschappelijke manier eigenlijk. Aan deze eerste battle nemen 40 dansers deel in twee categorieën, ouder of jonger dan 14 jaar. Want zoals bij veel dansen geldt ook hier, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Ik vind dat die moves, dat salto's en al, ik vind dat is eigenlijk het plezantste ervan. Ik ben 2 jaar bezig. En er is ook iemand in mijn dansschool, Jordi, en die is al 5 jaar bezig en die is eigenlijk een beetje beter. Wat zijn de moeilijkste bewegingen? Salto's en zo van naar achter en op je handen en handenstand springen en al. Dat lukt al? Ja, salto's nog niet helemaal, maar handenstand wel al. Atleten.